Goedemorgen, fijn dat jullie even komen luisteren naar ons. We gaan het vandaag over een thema hebben dat jullie wel goed kennen, het onderwijs. En we willen gaan spreken over onderwijsdiversiteit. Iets wat jullie ook heel goed kennen natuurlijk. Iedereen van ons heeft verschillende kenmerken en we verschillen op allerlei manieren van ons. Dus we willen niet zozeer diversiteit problematiseren. We willen vooral ook gaan kijken naar ongelijkheden. Of manieren om ongelijkheden te tackelen, zoals we hier aangeven. En we willen dat gaan doen, zowel binnen de schoolcontext als buiten de schoolcontext. Dus we gaan dit verhaal met ons drieën proberen te brengen. Ik zal eerst een algemeen thema bespreken rond die onderwijsongelijkheid en diversiteit. En dan zullen mijn collega's Ruud en Julia meer gaan spreken over mogelijke oplossingen om met die ongelijkheid om te gaan of om die ongelijkheid aan te pakken. Wij zijn van het departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. En wij doen allerlei soorten van onderzoek. Vandaag zal het vooral over dit thema gaan, maar binnen ons departement komen natuurlijk nog veel andere thema's aan bod. Om te starten, inderdaad, onderwijs en ongelijkheid. Een heel belangrijk thema. Onderwijs is heel belangrijk voor jongeren. Niet alleen terwijl ze in het onderwijs zitten, maar natuurlijk ook voor hun leven daarna. De vele kansen die ze nog krijgen in het hoger onderwijs, op de arbeidsmarkt, voor hun gezinssituatie enzovoort. Dus indien we ongelijkheden, onrechtvaardige ongelijkheden opmerken binnen het onderwijssysteem, dan is het natuurlijk belangrijk om die onrechtvaardigheden aan te pakken. Maar tegelijkertijd wordt eigenlijk van het onderwijssysteem ook heel veel verwacht. Hè. Er wordt gesteld dat het onderwijs eigenlijk een meritocratisch systeem is. En dat houdt eigenlijk in dat je beloond wordt naar de inspanningen die je doet. Dus indien je voldoende talenten hebt enzovoort allemaal, indien je voldoende gemotiveerd bent en indien je voldoende inspanningen doet, dan zal je krijgen wat je verdient. Dat is een beetje de achterliggende idee van het onderwijssysteem. Doe je best en je zal beloond worden en je zal veel kansen krijgen. Maar de vraag is natuurlijk, klopt dat? Hè? Is er zo'n meritocratie? Zo'n meritocratie dat heeft inderdaad best wel wat voordelen. Hè? Het is gemakkelijk om te kunnen zeggen van ja, het is de verantwoordelijkheid van het individu, van de individuele leerling, om die kansen te grijpen, om het goed te doen, om diploma's te halen, om goede punten te halen, om u in te spannen, om u om die motivatie te hebben om dit allemaal te willen doen. Dus dat heeft wel wat voordelen in de zin van dat je kan zeggen, als het niet lukt, dan ligt het aan het individu. Het individu, de leerling in dit geval, die misschien onvoldoende zich heeft ingespannen, onvoldoende gemotiveerd is. Maar dus dat brengt ook wel die belangrijke vraag op, als we dan ongelijkheid zien, want we zien duidelijk ongelijkheden in ons onderwijssysteem en we zien ongelijkheden tussen verschillende profielen van jongeren. Jongeren met een meer mogelijk kwetsbare achtergrond of met een migratieachtergrond of met een moeilijkere financiële thuissituatie. We zien dat voor deze jongeren de onderwijsprestaties vaak moeilijker lopen of het onderwijssucces vaak moeilijker loopt. In een meritocratisch systeem zouden we dan kunnen zeggen, ja, het ligt vooral aan jullie inspanningen en niet aan andere aspecten van het leren of van bepaalde systeemkenmerken. Dus we zitten daar een beetje met een moeilijke vraag. Zijn die ongelijkheden oké? Vinden we die oké? Of vinden we die ook wel voor een stuk onrechtvaardig? En willen we daar iets aan gaan doen? En wat wij dus een beetje willen gaan bespreken vandaag, is inderdaad dat die meritocratie die ons onderwijs zo gezegd is, dat die niet altijd goed werkt. Dat onderwijsongelijkheden ook wel samenhangen met bepaalde privileges. Privileges zijn zowat, zou je kunnen zeggen, een aantal voordelen die sommige mensen, sommige leerlingen hebben en die andere leerlingen niet hebben. Bijvoorbeeld een sterke financiële thuissituatie of ouders die ook verder gestudeerd hebben en in het hoger onderwijs hebben gestudeerd, die het onderwijssysteem heel goed kennen, of ouders die het Nederlands heel sterk machtig zijn en op die manier gemakkelijker contact kunnen leggen met leerkrachten om hun kind te ondersteunen. Dat zijn een aantal privileges of een aantal voordelen die ook wel een impact hebben op het onderwijssucces van leerlingen en die dus ook wel te maken hebben met die ongelijkheden. Deze cartoon laat het voor een stukje zien dat
de finish even ver kan liggen voor twee verschillende personen. Het gaat nu wel over oudere personen, maar we kunnen dit wel mooi toepassen ook op het onderwijs. De finish kan even ver liggen, maar de weg daarnaartoe, de finish, bijvoorbeeld een diploma, die weg kan voor iedereen verschillen. En voor sommige personen zijn er weinig obstakels op die weg, voor andere personen zijn er meer obstakels op die weg. En dat zijn dus een aantal van die ongelijkheden en een aantal van die privileges die we moeten aankaarten en die we moeten durven uitspreken en moeten durven tackelen. Wat wij in ons onderwijssysteem bijvoorbeeld sterk terug zien komen, is dat die socio-economische thuissituatie, de financiële thuissituatie, maar ook bijvoorbeeld het hebben van een migratieachtergrond, een sterke voorspellende kracht heeft op de punten op jouw succes in het onderwijs. Dus waar de meritocratie eigenlijk zegt, 100% van jouw punten kan voorspeld worden op basis van jouw motivatie, inspanningen en talenten, zien we op basis van onderzoek dat eigenlijk 15-20% van jouw punten eigenlijk voorspeld kan worden op basis van een aantal achtergrondkenmerken, zoals die socio-economische achtergrond, zoals die migratieachtergrond. Dus we zien wel een relatief sterke samenhang tussen afkomst en toekomst. En belangrijk daarbij is ook dat we dat in ons onderwijssysteem eigenlijk nog wel sterker zien dan in de meeste andere onderwijssystemen. Wat ook wel betekent dat we er iets aan kunnen doen. Een aantal van die aspecten in ons onderwijssysteem die sociale ongelijkheid vergroten zijn bijvoorbeeld de vrije schoolkeuze of de structuren, de vroege selectie die wij in ons onderwijssysteem maken. Je moet al vrij snel kiezen voor welke onderwijsvorm en studierichting je bijvoorbeeld gaat. Tegelijkertijd zien we dat er ook wel moeilijkheden kunnen optreden in de relatie tussen onder andere leerkrachten en leerlingen. Dat armere leerlingen met een meer kwetsbare financiële thuissituatie, sneller een B- of C-attest krijgen dan rijkere leerlingen, zelfs al halen ze goede punten. Dus we zien ook wel dat die bias eigenlijk wel in ons onderwijssysteem zit. Dus het is eigenlijk tijd om een beetje in de sfeer van de pandemie, laten we zeggen, te blijven, om een boosterprik tegen de ongelijkheid in ons onderwijs te krijgen. We moeten daar iets aan gaan doen en we moeten ervoor zorgen dat onze afkomst veel minder bepalend is voor onze toekomst. Wat we dus ook moeten doen is, en vaak wordt gezegd, onderwijs moet de kansen grijpen, of vaak wordt gezegd, leerlingen moeten de kansen grijpen, willen wij ook zeggen, onderwijs moet ook een aantal kansen durven grijpen. Bijvoorbeeld het idee dat scholen die veel inzetten op diversiteit, een meer multicultureel curriculum hebben, die daarvoor openstaan, die kunnen ervoor zorgen dat de prestatiekloof tussen leerlingen verkleint. Die prestatiekloof is nu groot. Door meer in te zetten op diversiteit kunnen we die prestatiekloof verkleinen. Tegelijkertijd zien we dat er ook in gezinnen met migratieachtergrond veel ambitie aanwezig is, veel motivatie om het goed te willen doen in het onderwijs, maar vaak wordt dat niet op die manier gezien of hebben leerkrachten daar minder oog voor. Dus ook daar zijn kansen die we moeten durven grijpen als onderwijs. En dat zal ons toelaten om niet alleen op excellentie in te zetten, op iedereen zo goed mogelijk te laten scoren, zoveel mogelijk succes te laten hebben, maar tegelijkertijd ook op die gelijke kansen in te zetten, op die ongelijkheden weg te werken. Dus zowel excellentie als gelijke kansen zijn eigenlijk cruciale elementen om ons onderwijssysteem beter te maken. En op beide punten, zowel de ambitie van bijvoorbeeld gezinnen met een migratieachtergrond als het idee dat excellentie en gelijke kansen kunnen samengaan, zullen nu mijn collega's dieper op ingaan. En ik ga eerst het woord geven aan Ruud Leulieu, die verder zal ingaan op dat thema van excellentie en gelijke kansen. Dank je wel. Jullie hebben inderdaad net gezien dat er verschillende structurele elementen zijn die eigenlijk een rol spelen bij die kansen die dat jullie als leerlingen krijgen. En in het verleden is daar al wel energie in gestoken om natuurlijk die ongelijkheid aan te pakken. En is het eigenlijk zo dat we, wat dat we zien, is dat heel vaak mensen denken dat we niet kunnen inzetten op beide. Dat het ofwel gaat om betere prestaties creëren, ofwel om gelijke of, nog beter gezegd, meer eerlijke kansen te creëren. Maar ik wil jullie graag tonen dat die twee zaken wel samen kunnen sporen. Dat het wel mogelijk is om te werken aan scholen die inzetten op en betere prestaties. Want we zitten namelijk
in die realiteit waarbij de prestaties al enkele jaren dalende zijn en tegelijkertijd ook aan die eerlijke kansen voor elke leerling. En daar neem ik jullie vandaag graag even in mee. Onderwijsonderzoek wordt al decennia lang vormgegeven door die zoektocht naar schoolkenmerken die een invloed hebben op de prestaties van leerlingen, van alle leerlingen. En af en toe worden er kenmerken geïdentificeerd. Dan weet men van oké, als we hierop, als een school hierop inzet, dan zal dat leiden tot betere resultaten bij die leerlingen. Maar zodra er gecontroleerd wordt op die sociaal-economische status of die migratieachtergrond, dan verdwijnt die significante invloed. En dat is onderzoekstaal om te zeggen dat die schoolkenmerken of die invloed van die schoolkenmerken op die prestaties dus minder bepaald wordt en dat er meer invloed uitgaat van die achtergrondkenmerken van leerlingen. En het is daar dat we dus die problemen met die eerlijke kansen krijgen. Om naar een mogelijke oplossing te kijken, neem ik jullie vandaag graag even mee in het verhaal van academisch optimisme. Academisch optimisme is een model van de hand van Hoy en collega's. Dat zijn onderwijsonderzoekers en er zit 40 jaar aan internationaal onderwijsonderzoek in vervat. Ook zij gingen dus op zoek naar die schoolkenmerken die een invloed hebben op die schoolprestaties van leerlingen, ook nadat er gecontroleerd wordt op die achtergrondkenmerken. En dat was geen makkelijke zoektocht. Zoals ik er straks al zei, werden er wel zaken geïdentificeerd, maar bleek dat die toch niet hetzelfde effect hadden op die prestaties voor alle leerlingen. Tot ze wel enkele variabelen, enkele schoolkenmerken ontdekten in die grote hoop aan onderzoek met die invloed op die prestaties. En een eerste daarvan is de academische gerichtheid van een school, van een leraar. Het gaat hier over de mate waarin dat er een focus is op die schoolse prestaties. En het is belangrijk, we hebben het hier wel over academisch optimisme en academische gerichtheid, maar die schoolse prestaties die gaan natuurlijk breder dan dat. Het gaat zowel over zaken die je kan leren met je hoofd als met je handen, als creatieve zaken, als technische aspecten. Het gaat over allerlei soorten vaardigheden. Maar hoe meer de focus er is op die prestaties, hoe meer leerkrachten durven hoge doelen te stellen vanuit het geloof dat alle leerlingen die doelen kunnen bereiken, hoe beter dat die leerlingen zullen presteren, alle leerlingen. Een tweede kenmerk is het vertrouwen dat er kan zijn. Het vertrouwen gaat over de bereidheid om je kwetsbaar te durven opstellen vanuit dat vertrouwen dat de ander daar positief op zal reageren. Hoe meer vertrouwen er is tussen leraar, leerlingen en hun ouders, hoe beter dat die leerlingen zullen presteren. Opnieuw, alle leerlingen. En een derde kenmerk is doelmatigheid. En doelmatigheid is de overtuiging dat de inspanningen die dat jij levert, dat die een positief effect hebben. Dat wat dat jij doet, dat dat succesvol is. Dat je gelooft dat als je iets in handen neemt en als je iets onderneemt, dat je succes zal kennen en dat je je doelen kan bereiken. Daarover gaat doelmatigheid. En de onderzoekers ontdekten dus bij die drie verschillende kenmerken dat er sterke effecten waren op die prestaties van leerlingen en vooral dat die effecten overeind bleven nadat er gecontroleerd werd op die achtergrondkenmerken. En ze ontdekten daarnaast ook nog dat die drie elementen eigenlijk heel sterk samenhangen. En dat maakt dat ze op zoek zijn gegaan naar een gedeeld iets. En hierdoor noemden ze dit model academisch optimisme. Academisch optimisme dat dus gaat over een combinatie van vertrouwen, van doelmatigheid en van academische gerichtheid. Ze onderzochten ook of het overeind bleef dat ook academisch optimisme een link kende met die prestaties. Of scholen die gekenmerkt worden door hoge mate van academisch optimisme effectief ook leerlingen hebben die betere prestaties leveren. En effectief, onderzoek na onderzoek bevestigt dat hoe meer academisch optimisme er op een school aanwezig is, hoe beter leerlingen zullen presteren. Opnieuw, alle leerlingen. En dat maakt van academisch optimisme eigenlijk een heel sterk en interessant model. Want het academisch optimisme van een school of van een leraar is veranderbaar.
Achtergrondkenmerken zijn niet veranderbaar. En heel veel achtergrondkenmerken hoeven ook helemaal niet te veranderen. Het gaat erom hoe wij, hoe leraren, hoe scholen, met leerlingen met bepaalde achtergrondkenmerken omgaan en welke kansen die leerlingen krijgen. En daarom is het heel belangrijk om in te zetten op die mate van academisch optimisme. Want dat kunnen we wel veranderen. We kunnen de mate van academisch optimisme aanpassen. Natuurlijk moeten we dan goed weten hoe academisch optimisme zich manifesteert en hoe dat we dat kunnen gaan beïnvloeden. Jullie vormen de kern van het schoolgebeuren. Jullie als leerlingen, daar draait het om. Jullie zijn alles wat dat er eigenlijk, of jullie bepalen alle doelen waarom een school bestaat. De leraren die gaan jullie opleiden. Die proberen jullie kennis en vaardigheden bij te brengen. Maar dat gebeurt niet in een vacuüm. Dat gebeurt binnenin die school. En je weet dat een school kenmerkende eigenschappen heeft. Een school heeft een schoolcultuur. Zeker als je al eens van school veranderd bent, dan zal je heel goed weten dat school A en school B niet zomaar hetzelfde zijn, maar dat die eigenlijk heel kenmerkend zijn en een eigen cultuur hebben. We zien ook dat scholen we zien ook dat er academisch optimisme van de school is. Dat is op het niveau van het team. Dan gaat het over wat is de gedeelde cultuur tussen de leraren die het team vormen, schoolleider, zorgteam. Eigenlijk iedereen in wat delen zij en in welke mate van academisch optimisme kunnen we daar onderscheiden? We maken het onderscheid met het academisch optimisme van leraren, dat meer op individueel niveau zit en dat gaat over de leraar zelf, welke mate van academisch optimisme heeft hij of zij als persoon? Wij zijn op zoek gegaan. Wij hebben beide zaken bevraagd in 37 secundaire scholen in Antwerpen. 1061 leraren vulden onze bevraging, onze survey voor academisch optimisme in. We konden natuurlijk niet gewoon vragen hoe academisch optimistisch ben jij of hoe academisch optimistisch is jouw school. Daarvoor is dat begrip iets te complex. En daarom legden we dus die leraren verschillende stellingen voor. Ik ga zo dadelijk een aantal voorbeelden tonen van die stellingen en ik wil graag jullie uitnodigen om die oefening mee te maken, om zelf eens na te denken in welke mate die zaken aanwezig zijn op jouw school, bij jouw leraren. Elke stelling wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 staat voor sterk oneens en 7 voor sterk eens. We beginnen bij het academisch optimisme van de school. Hierbij vroegen we dus aan de leraren om de school als geheel, om het hele team voor ogen te houden. En een stelling was bijvoorbeeld: leerkrachten op deze school geloven in de mogelijkheden van elke leerling. We vroegen hen in welke mate ze daarmee akkoord gingen. En dat is natuurlijk een van de stellingen om de academische gerichtheid van dat team in kaart te proberen brengen. Wat denk jij? Als je kijkt naar jouw leerkrachten op jouw school, heb je het gevoel dat zij geloven in die mogelijkheden van alle leerlingen? We vroegen hen ook of de leerkrachten in hun school vertrouwen hebben in hun leerlingen. Uiteraard, het spreekt voor zich, een manier om vertrouwen in kaart te brengen. En we vroegen hen of de leerkrachten in hun school over de nodige vaardigheden beschikken om leerlingen tot goede prestaties te leiden. Op die manier wilden we natuurlijk weten of er sprake was van een collectieve doelmatigheid, een gedeelde overtuiging dat zij over de capaciteiten beschikken als team om die zaken te bereiken. Wat denk jij? Heb jij het gevoel dat op jouw school de leerkrachten over die vaardigheden beschikken? Die drie dingen samen vormen dus, of al die stellingen samen vormen die verschillende deelconcepten en die drie deelconcepten samen vormen het academisch optimisme van de school. We brengen dat samen om eigenlijk een soort van waarde uit te spreken van hoe academisch optimistisch een school is. En om je een voorbeeld te geven, zien we wel in die secundaire scholen in Antwerpen wel wat verschillen. Er zijn leraren die hun scholen een heel hoge mate van academisch optimisme toeschrijven en leraren die dat veel minder doen. Wat je hier ziet zijn de gemiddelden per school. Dus eigenlijk samengenomen wat het team per school, het oordeel dat het team per school velt over zijn of haar school. Waar denk je dat jouw school zit? Zou die eerder bij de,
bij het hoge academisch optimisme zitten of toch eerder wat lager? We deden dezelfde oefening, of we doen dezelfde oefening liever, bij het academisch optimisme van de leraar. En we krijgen opnieuw enkele stellingen. De eerste stelling, ik stel hoge maar bereikbare doelen voor de leerlingen in deze klas. Was ik nog even vergeten? Probeer hierbij even een leraar in je hoofd te houden. Kies één van je leraren. Mag je lievelingsleerkracht zijn of net niet? Kies maar. En probeer even op dezelfde manier eigenlijk deze stellingen eens toe te passen. Dus de eerste. Ik stel hoge maar bereikbare doelen voor alle leerlingen in deze klas. Geldt dat voor jou, leraar? Heb je het gevoel dat die dat doet? Dit gaat om de academische gerichtheid van die leraar in kaart te brengen. We vroegen hen ook of ze een goede band hebben met de leerlingen. Opnieuw om dat vertrouwen tussen de leraar en zijn of haar leerlingen te duiden. Wat denk jij? Heeft jouw leraar een goede band met de leerlingen of net niet? En we vroegen ook of zij de leerlingen die weinig interesse tonen in hun schoolwerk toch motiveren om hun best te doen. Dat is een van de stellingen die die individuele doelmatigheid tracht uit te beelden. Als je kijkt naar de leraar die jij in je hoofd hebt en wat die doet in de klas, heb je dan het idee dat die vooral bezig is met de leerlingen die sowieso meedoen? Of gaat die toch echt die extra zijn best doen of haar best doen om die anderen ook te motiveren? Het zijn al die stellingen die maken dat we een beeld kunnen krijgen van het academisch optimisme van de leraar. En we gaan opnieuw kijken van okay, hoeveel academisch optimistische leraren zitten er op een school. En natuurlijk, het een hangt samen met het ander. Scholen met hoog academisch optimisme hebben vaak ook leraren die academisch optimistisch zijn en andersom. Maar toch is het niet één op één. En zien we ook wel hier dat, in deze gemiddelde, dat leraren zichzelf net iets hoger inschatten op die schaal van academisch optimisme dan hun school. Het zijn allerlei manieren. Het geeft ons een model, het geeft een kader waarin heel duidelijk aangetoond wordt dat er effectief gewerkt kan worden aan zowel die goede prestaties als die eerlijke kansen. En tegelijkertijd dat er dus verschillende paden zijn om, om dat te bereiken, om die beide samen te kunnen bereiken. En kennis daarover is natuurlijk het eerste belangrijke. Zeker omdat we weten dat een aantal van die zaken, een aantal van die elementen, zoals bijvoorbeeld vertrouwen, ja, dat die wel eens dat moeilijker ligt regelmatig met leerlingen met achtergrondkenmerken die anders zijn dan bijvoorbeeld die van de leraar zelf, als daar een verschil op zit. Maar als leraren en schoolleiders zich bewust hiervan zijn, als ze goede kennis hebben over deze zaken, ja, dan kunnen ze natuurlijk pas dan weten ze hoe dat ze een verschil kunnen maken en hoe dat er effectief iets kan veranderen. En daarom is het belangrijk en hopen wij als onderzoekers binnen opleidings- en onderwijswetenschappen om daar een steentje aan bij te kunnen dragen. En om op die manier eigenlijk de weg op te leggen naar excellentie en eerlijke kansen voor iedereen. Zo, dat was mijn verhaal over hoe dat we die ongelijkheid kunnen aanpakken binnen de schoolmuren. Heel graag geef ik nu het woord aan mijn collega Julia, die het met jullie gaat hebben over die ongelijkheid buiten de schoolmuren. Jullie hebben nu eerst van mijn collega's gehoord hoe structurele ongelijkheid er binnen de Vlaamse en Belgische scholen uitziet. En vervolgens heeft Ruud een optimistisch verhaal verteld over wat er binnen de schoolmuren kan helpen om alle leerlingen net een stapje verder te brengen. Ook achter de coulissen en buiten de schoolmuren speelt zich ondertussen veel af. En daar gaan we nu even naar kijken. Dan zoomen we in op dit citaat. Ik zie meer ambitie bij migrantengezinnen dan bij veel Vlaamse gezinnen. Ook onderzoek ondersteunt dit citaat en toont aan dat inderdaad de ambitie om het goed te doen op school bij gezinnen met een migratieachtergrond nog hoger is dan bij de gemiddelde Vlaamse gezinnen. Die hoge ambitie vertaalt zich echter niet altijd in hogere prestaties, zoals we al geleerd hebben. Dat noemen we de motivatie-prestatie-paradox.
enerzijds de hoge motivatie om het goed te doen en anderzijds die prestaties die in veel gevallen toch nog niet zo goed zijn door structurele ongelijkheden en dat pad wat professor Kliek geschetst heeft, waarin het dus niet voor iedereen dezelfde weg is naar succes. Maar de motivatie om het goed te doen, die is heel groot. Daarnaast zou ik jullie heel even deze tweet laten zien, waarin een jongetje zegt, oh, ik zou zo graag willen dat ik naar school kon gaan en ook Turks kon praten. Gewoon mijn thuistaal ook kon praten. Een plek waar dat mag. En het zijn precies dit soort wensen die ervoor zorgen dat gemeenschappen zelf zeggen, we nemen ook het heft in handen. We gaan zelf onderwijs organiseren. We nemen zelf het initiatief om voor onze leerlingen een plek op poten te zetten waar er aan hun behoefte wordt voldaan. Zulke grassroots-initiatieven worden bottom-up georganiseerd. Dat betekent dus dat mensen uit de gemeenschap zichzelf engageren om iets op de been te zetten. Dat is binnen de gemeenschap en vaak ook voor de eigen gemeenschap. En die initiatieven komen er in tal van vormen. Eigenlijk kunnen we rudimentair drie grote groepen onderscheiden. De ene is informeel. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan iemand die naar de universiteit gaat en die dus misschien goed is in wiskunde en die vervolgens in het weekend neefjes of nichtjes of kinderen uit de buurt helpt om wiskundebijles te geven. Dat is heel los en daar zit verder niet zoveel planning achter. Het andere is naschools. Dat zijn initiatieven die georganiseerd worden op woensdagmiddag of vaak in het weekend, waarin de leerlingen echt lessen krijgen. En de derde soort van initiatieven, dat zijn voltijdse scholen. Dat is als de gemeenschap eerst zelf iets op de been zet en dat wordt vervolgens erkend als een echte school. Zoals in Nederland heb je bijvoorbeeld in elke stad wel een islamitische basisschool die is opgezet door de islamitische gemeenschap. We gaan ons nu even concentreren op die supplementaire scholen, ga ik het noemen. Dat zijn de scholen die na schooltijd plaatsvinden en waarvan je enorm veel hebt in Vlaanderen. Eén onderzoek van 10 jaar geleden toont zelfs aan dat 25% van de jongeren met migratieachtergrond in het weekend naar zo'n supplementaire school gaat. Hoe zien die nu eigenlijk uit, die scholen? Zoals ik al zei, veelal vinden die scholen in het weekend plaats. Vaak zitten ze dan ook in de gebouwen van een gewone school. Misschien gaat er wel iemand van jullie of is vroeger naar zo'n weekendschool gegaan. Die scholen hebben ook curricula. Net als gewone scholen hebben ze bepaalde leerdoelen waar ze met hun leerlingen naartoe werken, die aan het begin van het jaar worden vastgesteld. Ze hebben ook een tijdrooster. De kinderen komen allemaal om 9 uur aan, volgen een tijdje les, hebben pauze, komen terug. Dat ligt allemaal vast. En die scholen worden veelal gerund door vrijwilligers. De leerkrachten werken op vrijwillige basis, de organisatoren doen het op vrijwillige basis en ouders zijn ook vaak betrokken om de school te laten werken. In de supplementaire scholen wordt vaak taalles gegeven, dus dat is de taal van het herkomstland. Denk maar aan Chinese taalles, Thaise taalles, Poolse taalles, Turkse taalles. Elke gemeenschap biedt meestal zijn eigen taal aan. En in heel veel gevallen bieden die supplementaire scholen daarnaast ook nog huiswerkondersteuning of bijlessen aan. Wat zijn nu de doelen die daar worden nagestreefd in die scholen? Om dat te achterhalen zijn wij op zoek gegaan naar supplementaire scholen die in Vlaanderen zijn opgezet. En we hebben vervolgens interviews doorgevoerd met 12 organisatoren, dus 12 mensen die zelf een school hebben opgezet. En we hebben hen gevraagd, wat probeer je hier nu eigenlijk te bereiken in de school? En die doelen konden we vervolgens, net als in een gewone school, in 3 categorieën onderverdelen. De eerste is de individuele ontwikkeling van de leerling. De organisatoren benoemen dat ze graag willen dat de leerlingen zich sterker kunnen ontwikkelen als individu. De tweede is socialisatie. Dat betekent, hoe ben je deel van een geheel? Hoe ben je deel van de gemeenschap? En waar je in de reguliere school misschien leert hoe je deel bent van de Vlaamse of Europese gemeenschap, leer je binnen de community school of binnen de supplementaire school, hoe ben je deel van deze gemeenschap waarin je opgroeit? En de derde is academische ondersteuning. Ze willen leerlingen academisch een duwtje in de rug geven. Dan hebben we gezegd, dat is interessant dat je deze doelen hebt, maar eigenlijk willen we graag een stapje verder gaan. Wij zijn namelijk ook benieuwd, waarom vinden jullie die doelen zo belangrijk? Waarom? Want als we kijken naar het waarom van die doelen, dan krijgen we meer zicht op wat eigenlijk de leerbehoeften zijn die binnen die gemeenschap leven. En door naar die leerbehoeften te kijken, konden we weer in die motivatie 3 categorieën onderscheiden.
De eerste is, organisatoren benoemen, we willen graag verbinden. We willen een verbinding creëren en in stand houden tussen verschillende leden van de gemeenschap. Het andere is, we willen graag reageren. We zien dat leerlingen bepaalde ervaringen opdoen in hun gewone school, in de gewone samenleving, en we willen daarop reageren. En het derde wat organisatoren benoemen, is, we willen bruggen slaan. Ze nemen bepaalde kloven waar en ze willen die overbruggen. Als we dan meer in de diepte gaan kijken, van hoe ziet dat er dan feitelijk uit, dan kunnen we eerst eens kijken naar de kwalificatie. Dus binnen de scholen wordt er academische ondersteuning gegeven. Er worden bijlessen georganiseerd. Er wordt huiswerkbegeleiding gegeven. Soms zijn er rolmodellen die laten zien, kijk, je kan heel hoog mikken, dat gaat jou ook lukken. Soms wordt er ook gewerkt naar een diploma van het herkomstland. Misschien zijn er kinderen die naar de Poolse les gaan en vervolgens een Pools taaldiploma halen. En zeggen de organisatoren, wij willen graag dat onze leerlingen een sterker cv krijgen. Als ze Chinees kunnen spreken, dan staat dat sterk op hun cv en dat vergroot later hun kansen. Op vlak van socialisatie benoemen de organisatoren dat ze het zo belangrijk vinden dat de kinderen de taal, de cultuur en de tradities van het herkomstland nog leren. En op het vlak van individuele ontwikkeling wensen ze hun leerlingen toe dat ze trots zijn op wie ze zijn en ook dat ze zich kunnen ontwikkelen, dat ze zich kunnen ontwikkelen als individu en daarbij een inclusieve, meervoudige identiteit hebben. Dus dat ze zichzelf zowel Pools als Vlaams of als Belgisch kunnen ontwikkelen. Ze hoeven niet te kiezen. En als we dan dieper kijken naar die onderliggende motivaties, naar zo het waarom, als dan de organisatoren benoemen, nou, we willen een reactie bieden op ervaringen die de leerlingen opdoen, dan hebben ze het vaak over ongelijkheid. Want binnen de gemeenschappen met migratieachtergrond zijn mensen zich ook erg bewust van de ongelijkheid waarmee leerlingen geconfronteerd worden in het schoolsysteem. Bovendien maken leerlingen ook ervaringen van uitsluiting en racisme en ook daar proberen ze binnen de school het hoofd aan te bieden. Als we het over verbinden hebben, dan zeggen sommige organisatoren van bepaalde gemeenschappen, ja, we willen ook een mogelijke terugkeer naar het herkomstland faciliteren. Bijvoorbeeld spraken we met de organisatie van de Syrische school, waarop ze zeiden, op een bepaald moment hopen we ook terug te gaan naar Syrië. En dan is het belangrijk dat de leerlingen zowel kennis hebben van de taal als de cultuur, want anders wordt het heel erg moeilijk om terug te gaan. Andere gemeenschappen zeggen, we vinden het belangrijk dat we de taal kunnen conserveren. We willen niet dat de taal uitsterft. Dat heeft vaak met een geschiedenis te maken van een bepaalde gemeenschap. Misschien zijn er burgeroorlogen geweest of hebben ze daarvoor moeten vechten of zijn ze zelf gevlucht. En dan maakt het belang om die taal in leven te houden voor de gemeenschap heel groot. En wat ook steeds terugkomt is, we willen graag dat kinderen de taal kunnen spreken om te kunnen communiceren met familieleden die niet hier wonen. En tenslotte kwam heel vaak de behoefte terug om bruggen te kunnen slaan. Enerzijds benoemen organisatoren dat ze een kloof zien tussen de Vlaamse gemeenschap en de gemeenschap van herkomst. En om die kloof te overbruggen, organiseren ze verschillende activiteiten waarmee ze hopen dat die twee gemeenschappen dichter bij elkaar komen. De andere kloof die ze waarnemen, is die tussen ouders en leerlingen. Dat is enerzijds een generatiekloof die we allemaal waarnemen, maar anderzijds zit er soms ook een cultuurkloof tussen ouders die misschien zelf geëmigreerd zijn uit hun herkomstland en leerlingen die hier geboren zijn en een heel andere jeugd hebben. En om die brug te kunnen slaan, bieden ze weer andere lessen aan binnen de weekendschool. Als we nu eens gaan kijken hoe dat combineert, dan komen we bij deze tabel. En dan zie je bovenaan de motivaties, de behoeftes die de organisatoren benoemen. En aan de linkerkant zie je de drie categorieën van de doelen die ze nastreven. Nu gaan we daar heel even op inzoomen. Hier zie je bijvoorbeeld de motivatie bij ongelijkheid. Daar benoemen de organisatoren heel duidelijk, we weten dat er ongelijkheid is, we weten dat leerlingen daar structureel mee geconfronteerd worden. Maar hoe bieden ze dat nu het hoofd? Nou, enerzijds door te zeggen, wij zetten er echt op in onze leerlingen trots te maken op wie ze zijn. Ondanks die negatieve ervaringen in de reguliere school, proberen we hen trots te laten zijn op wie ze zijn, met hun afkomst, met het hele verhaal dat erachter zit. De andere manier waarop ze dat het hoofd bieden, is door te zeggen, wij willen echt inzetten op economische kansen. Door de taal te leren en ook door academische ondersteuning te bieden, gaan we die ongelijkheid tegengaan.
Als we dan hier kijken naar de behoeften, de motivatie om een terugkeer te faciliteren, dan zei ik het al, dan is het belangrijk om kennis te hebben van de cultuur en de taal om op een later tijdpunt eventueel terug te integreren in het land van herkomst. Het andere wat daarbij komt kijken, is dat de organisatoren zeggen, nou, we zetten echt erop in om een diploma van het herkomstland te kunnen bereiken met onze leerlingen, zodat ze nadien terug kunnen instromen in het andere schoolsysteem. En ik benoemde al dat de organisatoren ook beschrijven hoe ze een kloof waarnemen, soms tussen ouders en kinderen. En ook dat bieden ze het hoofd. Door leerlingen aan te moedigen hun identiteit te ontwikkelen als een meervoudige identiteit. Door te zeggen, je kan ook trots zijn op je afkomst en je zo identificeren. En daarvoor hoef je ook niet uit te sluiten dat je je ook Belg voelt, of ook Vlaams voelt, of ook Antwerps voelt. Verder zetten ze daarom ook in op cultuur en taal. Want als de leerlingen meer weten over de cultuur en de taal van het herkomstland, dan verwachten ze dat de communicatie met de ouders makkelijker wordt. En tenslotte zien ze ook die academische ondersteuning, die bijlessen, ook dat zien ze als een manier om de kloof tussen ouders en kinderen te dichten. Want als er bijles wordt gegeven, bijvoorbeeld in de Poolse taal, dan leren de leerlingen ook de woorden om wiskundeuitleg te krijgen, bijvoorbeeld in het Pools, waardoor de ouders hem vervolgens kunnen helpen. Want vaak is het gebrek aan taalkennis of bepaalde begrippen een manier waarop de ouders de kinderen, een reden waarom de ouders de kinderen niet kunnen ondersteunen. Nu kan je je afvragen, waarom is dit zo belangrijk? Deze weekendscholen spelen zich af in het weekend, buiten de schoolmuren van de reguliere school en eigenlijk een beetje achter de coulissen. Maar toch zijn wij van mening dat ze enorm belangrijk zijn, dat het belangrijk is om er naar te kijken. Wetende dat kinderen en jongeren, leerlingen met migratieachtergrond, vaak nog met ongelijkheid, structurele ongelijkheid geconfronteerd worden en dat een kwart van hen elk weekend naar de weekendschool gaat, moeten we wel kijken naar de mogelijkheden die deze scholen ons kunnen bieden. En dat zijn er heel wat. Bijvoorbeeld, zei ik, ze geven ons zicht op de leerbehoeftes. Binnen de gemeenschap zijn organisatoren zich heel erg bewust van de behoeftes die er leven bij leerlingen en ook van de verlangens. Daar kunnen wij van leren als onderwijswetenschappers. Verder kunnen we ook afkijken, want om die leerbehoeftes en die obstakels misschien het hoofd te bieden, nou, daar hebben ze vaak creatieve manieren gevonden om op te reageren. Door bijvoorbeeld in te zetten op trots en het ontwikkelen van een meervoudige identiteit. Daarvan kunnen we misschien wel afkijken binnen de gewone schoolmuren. En tenslotte, een hele belangrijke, is dat deze scholen ook laten zien dat de gemeenschappen die geconfronteerd worden met ongelijkheid zelf ook agency hebben. Zelf ook daadkracht hebben. Ze nemen zelf het heft in handen om hun jongeren de steun te geven waarvan zij denken dat de jongeren die nodig hebben. En dat is een positief verhaal. Dank jullie wel voor het luisteren.